Maurice Roemer, directeur van Self Reliance en president-commissaris bij de Hakeringbank, wordt de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname. Zo meldt Star News vandaag. Roemer wordt gedragen door de Surinaamse Bankiersvereniging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. President Desi Bouterse heeft vandaag in een vergadering met de financiële sector en de vakbeweging de benoeming van de governor besproken. De financiële sector ondersteunt de benoeming, maar onderstreept ook dat er een plan van aanpak moet worden gepresenteerd om de economische chaos een halt toe te roepen. Verder is Marlon Feira vandaag als directeur aangesteld bij de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB. Minister Likram Soerjan van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer heeft de nieuwe directeur voorgesteld aan het personeel, meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht.